Maar dit ga je allemaal op tv gooien. Ik ben veel te open. Maar dat komt door de rode wijn die ik net gehad heb op mijn pre-borrel. Kunnen jullie iets sappigs ontfutselen? De bitterballen zijn heel sappig. Je hebt te lang in het vet gestaan. Ik hang al naar links, ik hang al naar rechts. Ik denk aan niks anders dan seks. Haai aan het lijntje als een ezelsvis. Ik hou van vrijdag, want we eten vis. Yes, we gaan chappen voor de boys makken. Gebruik de krant om je in te pakken. Is wel leuk. En, kom je wel eens in een blauwe engel? Nee, totaal niet. Oké, spannend. Wil je een slokje wijn? Nou, ik heb al gehad, oh, dankjewel. Oké, ja, we staan nu hier bij de blauwe engel. En de blauwe engel is een beetje lokale bullshit bar. Wij komen hier onze borrel drinken eigenlijk voor de Vrijmibo. Ja, de blauwe engel, dat staat erom bekend dat het echt de place to be is. Het stigma zijn advocaten, het zijn... Nee, dat is niet leuk. Consultie. Dat soort mensen. Ja, we hebben de hele week heel hard gewerkt en nu zijn we met een aantal collega's al hier. Ik zit in het vastgoed. I mean, there are people coming to, I don't know, get laid. Ja, mensen die elkaar opeten. You need to find a rich man. Ik zit bij een investeringsagentschap. Hengel, 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 hengel. Ja, ik zou het typeren als de blauwe hengel. Ik vind dit ook wel de blauwe hengel wordt genoemd. Blauwe hengel. Ja, ik denk dat ik weet waar ze naartoe willen. Maar... Er wordt zeker veel gehengeld. Vrouwen die zeg maar van veraf hier komen voor types zoals wij. Die komen van heinde en ver. Nou, je herkent ze omdat heel veel mensen als ze werken op vrijdag niet de moeite nemen om hun normale kleren aan te trekken. Oh. En als je dan mensen in het blauwe engel ziet die wel hun normale kleren aan hebben, dan is dat snel verdacht. Deze vrouwen stellen over het algemeen heel oninteressante vragen. Maar zodra het lang is, begin met dol wordt, dan ga je toch mee in de zee. De man dat hier rondloopt is heel zelfverzekerd of aan de kook. We zijn hier voor onze ontspanning, zakelijk en gezellig. Dus je moet hier inderdaad heel veel alcohol nuttigen, zodat het leuk is met collega's die niet echt je vrienden zijn. Hij is heel tevreden met zichzelf over wat voor functie ze hebben. Vooral zijn haar goed achterover geplakt. Wil een fotootje. En hoeveel geld ze verdienen. Engel, haal terug. Engel, 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 engel. Kijk hier. Ik voel me ontzettend ongemakkelijk dat ik hier nu sta. Ik denk toch wel hier dat de corporate uitstraling hier toch wel belangrijker is. Ik voel me waanzinnig ongemakkelijk. Mijn fiets is kapot, ik wil de bus halen. Mag ik weg? Mag het al? Of niet? Ja, mag het al. Dankjewel. Engel, haal terug. Ik denk heel, dat je heel goed moet beseffen zeg maar, waar je voor gaat. Anders dan wordt het natuurlijk een heel ingewikkeld verhaal. En iedere man heeft een keuze en dat respecteren wij. Maar de een gaat voor kwaliteit, de ander voor kwantiteit. Hit it! Wat de vooroordelen ook zijn, ik denk toch dat het de kunst is om met een open vizier het leven in te stappen. En ook hier binnen te wandelen met een schone lei. Daarvoor hoef je echt geen advocaat te zijn of bankier. Het gaat gewoon om zeg maar, wie je bent als persoon. En dat is waar het allemaal om draait. Wauw! Geweldig! Nou, ik ben blij dat de blauwe engel er is. Want het is wel een goede uitvalplek direct na de werkborrel. En daarna ga je echt uit. Veel te oud voor dat fucking nachtleven. Gooi het links. Onder een bitch. Gooi het rechts. Op een bitch. Hengelen de bitch.